Ik stel voor dat we beginnen. Het is 10 uur geweest. We beginnen toch met een voorstelrondje. Dus voor de mensen die binnen druppelen, die kunnen daar dan mooi op aansluiten. Sergej is er niet, die is op vakantie. Die had mij gevraagd of ik de meeting wilde voorzitten. Dus bij deze. We hebben een mooie agenda weer voor vandaag. Maar zoals ik al zei, ik stel voor dat we even beginnen met een korte introductie. Wie ben je? En wat kom je doen? Waarom ben je hier? Mag ik met jou beginnen, Jochem? De mag komt alleen wel een trein binnenrijden, maar volgens mij staat hij stil. Is dat het station of niet? Ja, oké. Okay. Ik zit heel rustig op het station. Oh, oké. Okay. Maar dan mag Jochem van Hal van iLogos sinds 2018 enthousiast over Nuts. Want er moet echt wat gebouwd worden om betere zorg in Nederland, althans de informatievoorziening te doen. En daar ben ik blij mee. Super, mooi. Joris. Ja, Joris Schark, ontwikkelaar bij Hedies. Bezig geweest met Nuts eigenlijk voor Baby Connect. En nu ook met KickV zijn we bezig om de Bolt te beproeven en de workshop en daar feedback op te geven. Twee hackathons bijgewoond en super interessant. Dus ik hou graag bij wat er allemaal gebeurt. Top. Nou, dat klinkt goed. Mooi dat je er ook bij bent. Marlene. Ja, Marlene Gigaza, ambassadeur van Nuts. Yes. Ook welkom. Steven. Goedemorgen, Steven van de Vecht. Ik werk aan de Nuts-noden en de Nuts-specificaties. En ik help initiatieven bij het uitwerken en ontwikkelen van Bolt. Yes, top. Hans. Ik ben Hans Krabbe van de SAP-groep. En wij gebruiken de Nuts-noden voor het moment e-overdracht. Kijk, helemaal mooi. Michiel. Goedemorgen, Michiel Dales van Cognizant. Wij zijn gevraagd voor testen en kwaliteit. Dus daarvoor zit ik hier. En ik ben nog intern ook onderzoek aan het doen wat wij hebben gedaan wereldwijd in dit soort initiatieven. En hoe wij daarvoor kwaliteit, security, et cetera hebben gezorgd. Oké, okay. Je zegt wij zijn gevraagd. Door wie? Door mij. Ja. Jochem, oké. Okay. Ja, ik was even nieuwsgierig. Ik ben gevraagd. Contact gehad met Joost Jongman. Dat is mijn specialist. Die is nu met verlof. Dus die heeft mij gevraagd om hier deel te nemen. En die zal de volgende keer ook weer aanschuiven. Alright, helemaal goed. Wees welkom. Ja. Top. Hendrik. Goedemorgen. Hendrik Veenstra van zorggroep Aliade uit Friesland. Wij doen mee met het VIP-traject en we houden hier een vinger aan de pols en denken zo'n uur dan een beetje mee. Super, ook welkom. Jolanda? Jolanda Visser. Ik ben business consultant bij Amale Zorggroep en erg geïnteresseerd in het Nuts initiatief. En woon af en toe de meetings bij om een beetje op de hoogte te blijven. Top, helemaal goed. Ook welkom. Jorrit. Je zit in de trein volgens mij. Ja, goed hè. Gaat Jochem zo instappen bij jou of hoe werkt dit? Ik weet niet welk station Jochem is. Oké. Okay. Ik denk wel naar Haarlem. Maar ik ben Jorrit, goedemorgen. Ik ben zelfstandig adviseur. Ik doe allemaal dingen met Nuts. Ja. En ook andere dingen, maar wel heel veel Nuts. Heel veel Nuts. Kijk, mooi om te horen. Ook welkom, Tim. Ja, om de reiscircus af te maken. Ik zit in de auto. ben bijna op mijn bestemming. Mijn naam is Tim Frans. Ik ben een van de bestuursleden van Stichting Nuts. En verder vooral bezig met het uitdragen van het blijde woord. Mooi. Nou, mooi om te zien dat we zo'n flexibel mobiel initiatief zijn met z'n allen. Helemaal goed. Paul. Goedemorgen allemaal. Dit is mijn eerste bijeenkomst die ik vanuit het Nuts meemaak. Mark, ik werk bij het ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik ben daar kwartiermaker zorginnovatie en e-health. En heb een rol als voorzitter van de regionale ICT-tafel.
Daar zitten de huisartsen, de zorgverzekeraars, de VVT, de apothekers. En ik heb begrepen vanuit de VVT dat ze vooral met nuts aan de slag gingen. Dus ik dacht, zo'n vergadering als deze is ongetwijfeld erg interessant om eens te gaan bezoeken. Ja, hartstikke goed. Ja, ook welkom. Oh, nog net op de valreep komt Gilbert binnen. Misschien moet hij nog heel even tijd hebben om zijn mic te unmuten. Dat weet ik niet. Ik zal in ieder geval dan eerst mezelf even voorstellen en dan Gilbert dus ook, denk ik. Ik ben Mark. Ik werk bij NEDAP, maar ik zit hier in de hoedanigheid van ook bestuurslid van Stichting Nuts. En wil graag mij inzetten om te zorgen dat we met Nuts gaan zorgen voor een goede gegevensuitwisseling in de zorg op basis van goede principes. Kijk, we hebben mooi even volgepraat tot jij er bent, Giel. Mag ik stokje jou doorgeven? We zijn met de introductie bezig. Yes, mijn naam is Giel Smit. Ik ben productmanager bij Pinko Care. En ja, we hebben dezelfde doelstelling als Mark. Ja, dat is wel lekker makkelijk. Zeg dat dan even. Wat zei je? Dat vind ik te makkelijk. Even, je moet het ook zelf vertellen. Oh, ik moet, nou ja, goed, we willen heel graag middels Nuts een gegevensuitwisseling mogelijk maken. En we geloven in de decentrale aanpak die Nuts voorstaat. Dat is waarom we daar participeren. En ik denk dat we een mooie slag maken. Top, dankjewel. Mooi dat je er ook bij bent. Annemarie, jij kwam net binnen. Welkom. Je bent nog gemute, denk ik. Ik weet niet of je kan unmuten. Ja, ik heb hem geunmute. ik ben Annemarie Droek. Ik ben projectleider voor Aliade, voor de zorggroep, voor PGO. En ik ben verbonden aan het samenwerkingsverband in Friesland, ook voor de e-overdracht. En ik ben in de breedste zin geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met informatieuitwisseling. Dus projectmatig en ook vanuit mijn rol als business analyst, daar zal ik mij daar de komende jaren zeer zeker mee bezighouden. En wil daar mooie dingen voor gaan bereiken voor onze zorggroep. Samen met alles wat technisch mogelijk is met alle partijen. Met de leveranciers, met Nuts, met Bureau Inzicht. Dus ja, ik zit er middenin met mijn tentakels, zeg maar. Kijk, nou helemaal mooi. Hartstikke goed. Ook welkom. Hebben we bij deze het rondje gemaakt en dan gaan we de inhoud in. En ook wel vrij diep meteen de inhoud. We beginnen met een update rond de technische ontwikkeling. Ik zie er alleen een naam bij staan die volgens mij niet in deze call zit. Dus of iemand anders doet dat, of kan mij misschien informeren wat hier gaat gebeuren. Of we skippen hem als we deze niet doen. Eenmaal andermaal? Nee? Oké, nou dan misschien straks als Wout alsnog de meeting joint of niet. Gaan we door naar het volgende punt. Mijn reis door FIRE met Paul Dreef. Ja, die is ook in de meeting aan het komen. Omdat hij later op programma stond. Dus ik, Wout is er nog, of dat hij er niet is. Ja. Oké, nou, we gaan... Ik begrijp dat we wat flexibiliteit nodig hebben in de volgorde van de agenda. Nou, dat is prima. Dat kan op vrijdag, dan zijn we altijd extra flexibel. Dan gaan we vast door even naar het volgende punt. De hackathons, deelnemers. Ik weet niet wie die erop heeft gezet. Ja. En daar, wie mag ik het woord geven over? Ik denk Jorrit en Giel kunnen daar misschien heel iets over vertellen. Over de afgelopen twee hackathons die geweest zijn. Of tenminste, Giel, over de laatste hackathon. Over de laatste hackathon en dan Jorrit even over de toekomstige. Dat is misschien een goede verdeling. Dat bedoel ik, ja. Yes. Ja, we hebben hackathon georganiseerd. We zorgden mijn twee keer terug inmiddels 8 verschillende deelnemers van allerlei verschillende leveranciers. Een mannetje of 25 aan ontwikkelaars op die warme zolder. Supermooie locatie, had ik goed verzorgd. En wat we daar gedaan hebben, is we hebben een aansluiting met de leverancier van het Fable-netwerk gemaakt. En dat stelt ons als leveranciers nu in staat om met elkaar e-overdracht verder te proeven en uit te werken. En we ambiëren begin oktober daar een vervolg op te organiseren. Een derde hackathon was ook weer best van mijn Stefan. Mijn voortje en ikzelf zullen daar het voortouw toe nemen. We zijn een beetje aan het inventariseren welke doelstelling en welke vorm we precies kiezen. Maar ik denk dat we er dan voor gaan om te kijken of productieinteractie voor elkaar kunnen krijgen.
langzamerhand ontstaat op de Slack een discussie van oké, wat is dan die route naar productie? Hebben we dan nog een acceptatienetwerk nodig? Hebben we een soort implementatieguide nodig voor aanbieders? Hoe ziet dat proces eruit? Begint langzamerhand de gedachte rijp te worden voor hoe brengen we dit live met elkaar? En dat is toch wel een mooie stap, denk ik. Mooi hoor. Op de YouTube zijn ze de demo en de making of terug te zien. Yes, ja, die waren goed gedeeld. Helemaal fijn. Mooi dat er ook weer een vervolg op komt. En waren er nog dingen die u tegen zijn gekomen vanuit de nutskant, zeg maar, die opvielen? Positief of in negatieve zin? Nou, misschien kan Steven daar iets over roepen. Dingen die opvielen vanuit de nutkant. Eigenlijk is dit, denk ik, de eerste hackathon dat we eigenlijk geen bugfixes hebben hoeven door te voeren in de nutsnode. Oké, dat is wel een mooie milestone, toch? Ja, ja. Dus meestal was het nog wel zo van, misschien moeten we dat eventjes aanpassen, dat is blijkbaar stuk. Ik bedoel, er zal ongetwijfeld nog hier en daar een foutje in zitten, maar die zijn we in ieder geval niet tijdens de hackathon tegengekomen. Dus dat is wel heel leuk. De vraagstukken gingen vooral eigenlijk over deployment. Dus hoe draai je nou je nutsnode eigenlijk in je eigen infrastructuur? Nou, daar hebben we ook wat extra handleidingen nu over toegevoegd. Ik denk dat inderdaad die road to production, zoals Giel dat net heel mooi zei. Dat is nu echt, we zijn nu echt die stappen naar volwassenheid aan het maken. Dat is ook eigenlijk, want Wout is vandaag op de NEN-norm overlegd. Dus die gaat geen update geven. Maar als je het hebt over updates rondom het nutsnetwerk. Ja, dat zijn we eigenlijk de laatste weken en ook de komende maanden denk ik nog wel mee bezig. Dat is echt, het is zorgen dat je backups kan maken. Dat die node op een gegeven moment geclusterd kan draaien. Allemaal van dat soort zaken. Dus echt puur op productie klaarmaken van de nutsnode. En als het goed is het meeste. Gaan we de API's, hè, dus waar ontwikkelaars tegenaan praten, gaan we niet meer aanpassen. Dus het is echt zorgen dat die node straks landelijk opgestart kan worden en stabiel draait. Kijk, supercool. En het kan niet alleen maar positief nieuws zijn. Er moet ook één ding, er moet ook een probleem ergens zijn. Er moet iets tegengevallen zijn, toch? Kom op. Nee, want je hebt natuurlijk altijd leveranciers die op verschillende niveaus staan. Nee, want ik denk dat iedere leverancier die had eigenlijk het idee van we gaan maandag knallen en direct met die nutsnode slag het proces. Nou, meestal, voor de meeste leveranciers, werd dat uiteindelijk donderdag. En dat, je ziet gewoon dat daar gewoon in de infrastructuur van individuele leveranciers dan nog wel de nodige obstakels in het rijgen van alle kralen te overbruggen zijn. Of je draait een versie 1 node en je moet naar versie 3 over en je moet dat zien te regelen. Of je hebt een andere firewall ertussen zitten die al je verkeer opeens blokkeert. Dat soort geneuzel wat heel veel tijd kost. Dat zijn de obstakels, als dat is wat er tegenviel. En natuurlijk zijn er nog allerlei wensen over decentraal adresseren en meerdere leveranciers naast elkaar. En er valt nog wel heel veel te ontdekken en te doen. Maar ik denk dat we een hele mooie stap hebben gezet in die week. Okay. Ah, cool. Gaaf, mooi om te horen. Dank voor die update. Mocht volgens mij het stukje doorgeven aan Jorrit. Er heeft inderdaad iets langer geleden ook een hackathon. Oh, die is wel heel lang geleden hoor. Niet. Ik heb al veel te lang niet meer een hackathon gedaan. Dus er staat wel een beetje te rol in november. 7 tot en met 11 november gaan we samen met HL7 Nederland een Firekin Nuts hackathon doen. Dus die draait om Nuts en om Fire. Dus dat is alle use cases waar die twee standaarden meerwaarde kunnen bieden zijn welkom. De officiële deadline voor de aanmelding van use cases is vandaag. En we hebben dus een lijstje van ongeveer tussen de 10 en de 15 use cases. Maar er zijn er een stuk of 5 die echt actief bezig zijn.
Dat is ook wel, vind ik wel een belangrijk criterium. Dus het moet ook een beetje vanzelf gaan, weet je wel. Dat er echt een trekker is die er zin in heeft en dingen doet. Leveranciers mobiliseert. En dat zijn er een stuk of 5. En er zitten echt coole bij. Ik wil wel iets over vertellen. De meest recente aanwinst, even kijken, Marlene heeft er eigenlijk 2 binnengehengeld, dus heel leuk. En we gaan waarschijnlijk ook VIP 5 module 3 doen, met een aantal leveranciers. Die vind ik zelf heel leuk en die wordt eigenlijk die use case worden door de taskforce samengebruikt. Die hebben we ook dus nu aan vakantie en tegelijk beter uitwerken van de use cases. En we in september dan echt keuzes gaan maken over welke we dan gaan doen. En welke onderwerpen zijn aangedragen? Ik hoop eigenlijk dat... Ja, we hebben nu dus VIP 5.3, dus dat is de uitwisseling van de BGC. U valt een klein beetje weg, Jorrit. Ja. Chat, dus sorry. Even opnieuw. Oh. VIP 5 module 3. Zegt dat iets? VIP 5 module 3. Nee, zeg me helemaal niks. Maar iets BGZ zegt me dan wel iets. Nou, BGZ. VIP 5, BGZ, dat is gewoon een datasetje. En die gaan we uitwisselen tussen ziekenhuizen en... Zegt dat iets? Of krijg je helemaal niks mee? Hallo. Zal ik mijn video even uitzetten? Is dit beter, zonder video? Geen idee, doe nog eens 1 keer. VIP 5, BGZ, uitwisseling tussen ziekenhuizen en... puntje, puntje. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Ah, zelfstandige klinieken. Bijvoorbeeld waar je... Er zit er vaak bijvoorbeeld zit er een kaakchirurg in of iemand die lippenvol kan spuiten. Dat soort klinieken. Dus dat is heel leuk. Tenminste, vind ik heel leuk. Omdat het is gewoon gaaf omdat het niet echt een nutsgebied is, zou je kunnen zeggen. Maar er zijn toch wel leveranciers enthousiast. Dan hebben we vanuit TNO is er een use case ingebracht voor de jeugdgezondheidszorg. Ook wel heel leuk. Er worden met groeicurves wordt er veel gewerkt. Maar de data op basis van je die groeicurves maakt, die is dus verdeeld over Xisson, maar ook een applicatie van ouders. En hoe gaan we dat nou allemaal bij elkaar brengen op een nette manier? Amzorg, die eigenlijk de uitwisseling tussen thuiszorg en huisarts en mantelzorgen. Dus een beetje Drechtsteden plus, zou je kunnen zeggen. Oké. Dan hebben we de avond, nacht en weekendzorg. Die hebben hier wel eens een presentatie gegeven, die kennen jullie. En wat ben ik dan nog vergeten? En er zijn ook nog weer mensen uit de geboortezorg die wat willen. Maar dat is nog niet zo concreet. Even kijken wat ze daarmee doen. Oké. Top. En nog heel veel wat minder concrete, maar die ga ik allemaal niet nog. Nee, prima. Nu horen wij dit, zeg maar, en andere mensen horen dit misschien straks. De inschrijftermijn is gehaald, hè? Dus er zijn straks een aantal use cases waar jullie dan mee aan de slag gaan in november. Hoe werkt dat? Kunnen wij daar nog iets mee? Kun je nog ergens voor aanmelden, meedoen, meeluisteren, meekijken? Of ga je daar nog ons over informeren? Nou ja, ik ben niet zo streng. Dus als je gewoon een goed dan mag je ook die deadline nog wel indienen. Maar dan wel, zeg maar, volgende week of zo. En als je op een andere manier wil bijdragen, kan dat ook. Moet je mij maar even lastigvallen op Slack of een mailtje of zo. Check. Oké, okay, thanks. Ja, de helft van wat ik zeg is niet mee te krijgen. Ik hou wel 95%. Oké, okay,
En ja, misschien voor wie nog niet op Slack zit, we hebben een open communicatieplatform wat we gebruiken vanuit Nuts. Je kan gewoon via Nuts/contact of gewoon via de website zeg maar op Slack komen. Daar hebben we allerlei kanalen. En daar kan je onder andere ook Jorrit vinden. Dus dat is denk ik goed om even te noemen. Top. Dat was jouw update, Jorrit. Ja, dankjewel. Super. Dank. Ja, en de link... Oh. De link naar de Nuts-track die staat op de nuts.nl website. Ja, exact. Gaan we door naar een puntje terug. We gaan gewoon kriskras door de agenda. Niemand corrigeert mij toch, dus dat doet toch gewoon lekker. Want ik zag Paul Dreven binnenkomen. Welkom. Ik weet alleen niet of je in je apparaat zit waarmee je bent ingelogd. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb wat technische uitdagingen. Ja. Maakt niet uit. Je bent niet alleen daarin. Goedemorgen. Welkom, welkom op de community meeting. Oh, ik krijg nog even misschien een vraagje tussendoor van Jolanda. Misschien moeten we die eerst even behandelen. Ja, ik had eigenlijk een vraagje, want we zitten in het onderdeel update volgens mij. En dat zijn verschillende zaken die we even hebben gehoord. Voor mij en misschien ook voor andere zorgaanbieders die in deze meeting aanwezig zijn. Ik zou zo graag wat meer willen weten van wat nu de voortgang is. En met name bijvoorbeeld die ANW-zorg. Dat is een van jullie pols, hè, waar jullie mee bezig zijn. En ja, misschien is niet dit het moment, maar waar kan ik daar informatie over vinden? Of, omdat het namelijk bij ons in de regio zo'n enorm urgent iets is. Hè, nog misschien wel veel urgenter dan de e-overdracht en de PGO, et cetera. Dat ik zo graag wat meer daarover zou willen weten. Ja. Oh, dat is een hele goede vraag. Ik denk ook dat, nee goed, de eerste bots zijn nu soort van uitgeschreven, zeg maar. Dat wordt ook ontwikkeld nu bij de eerste bots. Ik kan me voorstellen dat er straks een hele rits is, zeg maar. En hoe vind ik dan inderdaad een contactpersoon of een partij of iemand die me daar wat meer over kan vertellen, als ik daar interesse in heb? Dat is wel een terechte vraag. Ik denk dat vandaag het hele korte antwoord is, denk even op Slack of zo rondvragen. Of je moet toevallig een leverancier kennen die erbij betrokken is. Maar ik denk dat het een goed onderwerp is voor ons als community om na te denken van hoe kunnen we dat misschien beter doen in de toekomst. Ja. Oké, goed. Dus dank ik zal even wat inschieten op Slack, zeg maar. En dan hoop ik een reactie dat er iemand is uit de community of wat ook die me er wat meer over zou kunnen vertellen en hoe de voortgang is en wanneer we daar resultaten over mogen verwachten, zeg maar. Ja, even heel specifiek voor ANW-zorg weten we dat Arjen Rozenboom volgens mij daar een van de belangrijke contactpersonen is en kartrekkers voor dat traject. Dus Okay. De Achterhoek heeft hij dat opgestart. Ik weet niet of je Arjen Rozenboom kent, hij zit volgens mij ook op Slack. Is die ook te vinden. Dus dat is misschien al een goed begin. Ja, oké, dankjewel. Bedankt voor je vraag. Giel, had je er iets op aan te vullen of nog een ander? Nou, ik dacht misschien wel goed om even op te merken, maar ik weet niet of Tim dat ook nog op een ander punt in de agenda heeft staan. Gisteren zijn we met een aantal mensen uit de WineNuts community bij elkaar gekomen. Ook naar aanleiding van de vorige community meeting waar we hadden over, er zijn een aantal stukken of documenten die we als community met elkaar willen beheren en die nu een soort versnipperd door die Slack heen staan. En hoe gaan we daar nou mee om? En de hele korte conclusie was, we willen eens even verkennen of we ergens een wiki-oplossing vandaan kunnen halen die we laagdrempelig kunnen gebruiken om wat praktische informatie bij elkaar te zetten. En dit zou wel een prima informatie kunnen zijn die daar gaat leven. Ja, dus ook contactinformatie met betrekking tot bolts, bedoel je dan? Ja, waar vind ik wat? Of hoe publiceer ik iets? Of bedenk maar wat van die praktische dingen. Ja, misschien wat is de toestand van iets? Ja. Maar het is nog erg in de verkennende fase. Maar dat is wat gedachten voor me. Ja, ik sta niet op de agenda van vandaag, geloof ik. Maar laten we er iets over vertellen als er ook wat voortgang is. Ja. Super, mooi. Nou, dank. Fijn om te horen dat daar ook al
op ingezet wordt. Helemaal goed. Met jullie goed te vinden. Ja, Paul, excuus, was even een kleine onderbreking. Maar dit is eigenlijk standaard hoe onze meetings gaan. En dat vinden we allemaal prachtig. Dus terug naar jou. Ja, ik heb er vele teruggezien. Dus dat helemaal goed. Ja. We vinden het ook gewoon leuk en gezellig. Maar welkom. Ik ben hier om toch wat structuur aan te brengen. Jij staat ook op de agenda. Als ik me niet vergis, ben je uitgenodigd door Marlene. Om iets te vertellen over jouw reis door FIRE. Dat klinkt heel spannend. Dus de inschatting is dat dat heel interessant kan zijn voor ons als community. Om dat van jou eens te horen, wat die reis dan behelst. En of je een relatie ziet met wat wij als nutscommunity aan het doen zijn. Ik geloof dat jij daar iets voor voorbereid hebt en dat met ons wilt delen. Ja, dat is goed. Dat zal ik zo gaan delen. Maar ik denk eerst dat het even goed is om te vertellen waar... Waar die reis vandaan komt en hoe dat zeg maar is gegaan. Ik ben dus Paul Dreven. Ik ben nog niet zo heel lang werkzaam namelijk binnen de zorg. En dat is misschien de grootste, ik denk niet de grootste uitzondering, maar in ieder geval dat is wat bijzonderder om dan meteen in het hele in mijn geval dan het hele FIRE gebeuren zeg maar te komen en zorgstandaarden en dergelijke. En naar aanleiding van wat ik allemaal afgelopen 2,5 jaar zeg maar heb ondervonden, heb ik een verhaal ook op de HL 7 dagen gedaan. Over hoe krijg je nou een internationaal model zoals FIRE? Hoe krijg je dat nou? Of Open EHR. Nou, we hebben toevallig met Meditools gekozen voor FIRE, maar het maakt eigenlijk niet heel veel uit. Maar hoe krijg je nou zo'n gestandardiseerd iets tot iets werkbaars, zeg maar? En eigenlijk dat verhaal, dat zal ik hier ook vertellen. En nou, gewoon ook mijn leercurve in, wat is nou eigenlijk FIRE? Hoe kan je ermee omgaan? Wat heeft het voor's? Wat heeft het tegens? En nou, waar loop je overal tegenaan? Dus daar zal het over gaan. Vragen, doe dat als jullie zeg maar vragen hebben, doe dat gewoon, hè, net zoals de rest van de vergadering, gewoon tussendoor, dan spring ik daar wel op in. Dus wees niet schroomd om tussendoor te onderbreken. Ik zal eventjes mijn... Ik denk dat het zo het makkelijkste is. Jullie zien denk ik mijn... zien jullie mijn screen denk ik? Giel, ik zie bij jou nog een handje. Of... Ja, dan stond hij er nog denk ik. als je... 2,5 jaar geleden was een huisarts, Pieter van Tiel. Daar stond ik mee op schoolplein en die zei, ja, waarom werk jij als ICT'er met allemaal nieuwe zaken en wij binnen de zorg, we moeten het nog met oude standaarden doen en de interoperabiliteit is ver te zoeken, zeg maar. En waarom lukt dat in de commerciële wereld, zeg maar, in ieder geval een stuk beter? Waarom weet ik eerder wanneer een pakketje voor de deur staat en wanneer mijn tandpasta bezorgd wordt. En ik weet niks over eigenlijk de patiënt die ik zou willen helpen en waar ik eigenlijk veel meer gegevens tot op het laatste moment eigenlijk voor nodig heb. Dus waar zit dat in? Voor een huisarts is dat eigenlijk een beetje natuurlijk grijs gebied en je weet eigenlijk niet goed waar dat nou vandaan komt. En ik wist het op dat moment eigenlijk ook helemaal niet. Ik dacht van, nou, ik kan prima een app bouwen. Iets wat misschien modern is. Maar toen ik me erin ging verdiepen over wat is eigenlijk een patiëntendossier enzovoort. Dan kom je toch wel aan achter dat niet zo eenvoudig is. Maar ook weer niet zo moeilijk. En wat is er nou... niet zo makkelijk aan. Het is veel, maar wat is er nou niet zo moeilijk aan? Er is al ongelooflijk veel uitgezocht. En internationaal gezien zijn we het redelijk eens over, als we het over een menselijk lichaam hebben, dan willen we dit soort dingen daarvan weten. Nou,
En dit verhaal dat gaat dus zoals ik, over USB en automerken. USB, eigenlijk het liefst één standaard. Maar automerken, iedereen die wil toch wel in zijn eigen auto. Iedereen heeft toch eigenlijk zijn eigen voorkeuren. Of die wil, wil luxe rijden, of die wil, wil niet luxe rijden, enzovoort, enzovoort. Maar we rijden allemaal wel op dezelfde snelweg. Dat is de USB-C. Dus iedereen dezelfde standaard, dan weten we in ieder geval, nou, we kunnen allemaal op diezelfde snelweg rijden, maar wel allemaal met onze eigen auto. Dus dat is, en zoals, zo moeten we de zorg denk ik ook zien. We moeten niet one size fits all, dat lukt nooit. Een fysiotherapeut of een ziekenhuis heeft echt een hele andere behoefte dan weer een huisarts of een podotherapeut of nou, allerlei, of een thuiszorg. Dat zijn gewoon hele andere behoeftes of een apotheker. Maar we moeten allemaal wel over diezelfde data kunnen beschikken en over dezelfde lijn in ieder geval met elkaar communiceren. Dus die snelweg. Nou, dus waar ik toen vanuit ben gegaan, eigenlijk 2,5 jaar geleden, is dat nou, dat, ik heb me redelijk in verdiept op een gegeven moment. Ik dacht, hé, dat HL7 Fire, dat is voor mij als ontwikkelaar, want ik ben ook gewoon ontwikkelaar, is dat een hele begrijpelijke taal. Dat is voor developers, webdevelopers, is dat een hele begrijpelijke manier van denken. Dus daar kan je toepassingen mee maken, zolang je, en dan hoef je ook geen zorgen te maken of je wel de goed, dan heb je, ja, of je wel goed volgens een patiëntendossier bezig bent. Nou, hoe ziet dat er nou uiteindelijk uit? Je ziet links, zie je dan eigenlijk de data. In dit geval is het gewoon een demopraktijk. En rechts zie je dan hoe dat er uiteindelijk gewoon op een webpagina uit gaat zien. Dus hier zie je gewoon eigenlijk heel eenvoudig dat je een standaard wel naar een hele persoonlijke applicatie zou kunnen vertalen. Nou, want was er in mijn gedachte, een webtoepassing houdt van, en zit achter mij, houdt van JSON, een developer houdt van JSON, een DocumentDB houdt van JSON, en Fire houdt van JSON. Dus ik dacht, nou, laat ik het eens een keer gaan proberen om alles in JSON en dus in Fire te gaan doen. Zou dat kunnen werken? Nou, toen begon mijn ontdekkingstocht. Maar ik dacht, nou, hoe moeilijk kan het zijn? Eventjes lekker naïef. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik heb een datamodel waar ik me aan te houden heb. Ik wil een webapplicatie bouwen. Prima. Maar ja, toen kwamen we HL7. Wat was dat ook? Oh ja, is dat nationaal, internationaal? Over Fire, daar hebben we... Oh, we hebben... HL7 versie 2, versie 3, wat eigenlijk nooit echt, ja, alleen hier in Nederland kennelijk erg bekend is geworden, maar internationaal gezien weer niet. Nou, nu krijg je dan Fire, weer een nieuwe variant. En daarnaast nog allerlei codestelsels, zoals SNOMED, LOINC, ICP-C, ICP-10 en HG-tabellen. En dan krijg je heel veel vragen, ja, maar Fire is toch alleen maar voor het uitwisselen, toch niet voor het opslaan van de data. En vervolgens moest ik ook nog me helemaal invreten in alle connecties. Nou, dan heb je het LSP, een VCOSO, een zorgdomein, een UCPAS, een ZorgAB, een nationale terminologie server. Het moeilijke hieraan is, en vervolgens natuurlijk de performance, security, sustainable en de cloud, maar dat heeft eigenlijk niks met het Fire gebeuren te maken, maar dan moet je ook in ieder geval rekening mee houden dat het allemaal veilig is. Maar toen kwam ik er wel achter, en zeker bij dat ene laatste puntje, LSP, VCOSO, zorgdomein enzovoort, dat het zorglandschap, en goed, volgens mij hebben jullie daar als nut ook ongelooflijk veel uitdagingen op. Het is zo'n versnipperd landschap. En dat is zo moeilijk om dat, als het ware, op de een of andere manier kennelijk bij elkaar te krijgen. Maar dat zie ik toch ook wel echt als een van mijn grote uitdagingen voor de komende jaren, om het allemaal iets
homogener te krijgen. Want het is naast het bouwen van een app is vooral het connecten naar anderen is binnen Zorgland ongelooflijk lastig gemaakt. En dat is denk ik ook een van de, in mijn ogen, nu ik er zeg maar aan bezig ben, een van de grote uitdagingen als het komt op interoperabiliteit. Het is elke keer weer opnieuw connecten naar een ander. En het is elke keer weer het wiel opnieuw uitvinden. En de ene die gaat wel via een e-zorg of een GZN-netwerk. En de andere gaat weer over een andere lijn enzovoort. Nou, het is echt een, ik mag wel zeggen, een ratje toe. Tenminste, als je daar opnieuw... Als nieuwkomer op binnenkomt, dan denk je, nou, dit is echt heel, heel vreemd allemaal in elkaar gezet. Maar goed, dat komt ook natuurlijk door de jaren heen, zal dat zeker zo gegroeid zijn. Maar dat zie je niet buiten de zorg, zeg maar. Dat kom je gewoon niet tegen. Maar goed, ik ging dus verder met mijn ontdekkingstocht. Nou, en dan kom je met FHIR, nou, een patiënt, een organisatie, een zorgverlener. Nou, dat lukt allemaal nog wel. Dan vervolgens krijg je de combi's, hè? Dus een practitioner role, een encounter met meerdere observaties. En, hoe werkt dat dan weer samen met conditions enzovoort enzovoort. Dus dan wordt het al iets wat lastiger. En wat is eigenlijk een codable concept? Nou, is echt een FHIR dingetje, dus dan moet je je even allemaal in vreten. Maar dat lukt nog allemaal wel. Maar dan op een gegeven moment dan wordt het lastig bij de concept maps en de multicoding, als je de veel op veel relaties krijgt. En dan heb je dus een één code en die van het ene codestelsel en die wil je vertalen naar het andere codestelsel. Maar ja, dat kan natuurlijk een meerdere zijn, dus dan moet je toch nog extra informatie ergens vandaan zien te halen. Of dat inderdaad een vraag aan de zorgverlener, of wellicht zijn er andere indicatoren waardoor je toch nog van de ene, bijvoorbeeld van een NHG-tabel, naar een LOIN-code kan, of van een ICPC naar een SNOMED-code en vice versa. Nou, dat kan allemaal heel goed, maar ja, daar kom je dan wel wat uitdagingen te staan. En dat maakt het op een gegeven moment lastig. Dus de eerste drie, daar ben je eigenlijk redelijk snel doorheen. Die snap je als developer redelijk snel. Die twee laatste, dat zijn toch wel echt zorggerelateerde FHIR dingen waar je toch echt wel in die codes goed moet zitten. Dus moet je echt wel terminologie goed snappen. Nou, en dit heb ik net ook al gezegd. En dat lastigste, ja, dat is gewoon dat koppelen met Edifact. Ik noem het maar versie 0.0.1 tot en met 9.9.9. Nou, die versies van Edifact, maar ook de uitzonderingen erop en de dingen die zich er allemaal niet aan houden, dat is legio, zeg maar. Dus dat maakt het echt heel lastig. En de infrastructuur. Ik zeg altijd... Dat hoor ik heel veel mensen altijd zeggen, ja, maar die infrastructuur, dat is toch uiteindelijk niet het probleem? Nee, als het eenmaal werkt, dan is dat het probleem inderdaad ook niet. En dan zijn die lijntjes wel gelegd. Maar ik vind wel echt dat we het binnen de zorg onszelf wel heel lastig allemaal hebben gemaakt met het koppelen van die dingen. Ik heb wat is nou nodig om het tot een succes te maken? Ja, gewoon, ja, soms zeg ik wel eens niet nadenken en gewoon doorgaan. Dan krijg je het echt wel voor elkaar. En dan krijg je gewoon een applicatie en wij toevallig dan. Dan maak ik toevallig een huisartsapplicatie. Maar dat maakt eigenlijk niet uit wat je maakt, zolang je je maar aan die standaarden houdt. Ik denk als we dat met z'n allen maar goed blijven doen binnen de zorg... Ja, dan worden we pas echt uitwisselbaar en kunnen we echt van elkaars krachten gebruik van gaan maken. Zo ziet het eruit, maar goed, dat is verder allemaal niet zo van groot belang. Ja, een eerlijk landschap. Ik denk dat we daar met z'n allen naar moeten streven. Geen datasilo's meer. Zorg voor die open structuur. Die staat er niet meer op. Want een... patiëntdata is voor het leven en een database is slechts maar van een leverancier. En ik denk dat
dat we echt met z'n allen moeten kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die data gewoon voor altijd bij een patiënt, aan een patiënt vast kan blijven hangen. En dat die altijd opvraagbaar is en bewerkbaar door die patiënt, misschien mede mogelijk gemaakt door de zorgverlener. En dat, zo steek ik er ook echt in. En dat is eigenlijk de gedachte hoe ik ben begonnen. Het is een hele een leuke reis, een uitdagende reis. Ik ben nog lang niet klaar natuurlijk met de reis, maar ik word er wel heel enthousiast van als dit gaat werken. Heel veel langer was het niet, Mark. Nee, dankjewel. Je hebt je netjes aan de tijd gehouden. Heel fijn. Dank voor je verhaal. Ik kan me zo voorstellen dat mensen hier vragen over hebben aan jou, of helderende vragen of aanvullende vragen. Wie kan ik daar de ruimte voor geven? Jorrit. Ik zit nu in een andere trein. Misschien kan ik hem beter. Oké. Okay. Het is een sprinter. Ik vroeg me af of je voor de opslag van die fire resources nog iets gestandardiseerds gebruikt. Want je hebt natuurlijk die, of gebruik je daar gewoon een fire server voor? Of je hebt natuurlijk die Google Cloud for Help ding dat ook fire opslag heeft. Wij gebruiken de Van Hels Samurai, de 8box heet dat. Dus dat is een, aan de achterkant is dat een Postgres database, zeg maar. Dus dat is de database die erachter hangt. Maar wij praten eigenlijk alleen maar via de Fire server, als het ware, die ervoor hangt. Dus wat je ziet gebeuren is, wij praten met de applicatie, maar ook al onze communicatie van en naar, zeg maar. Dus ja, we hebben eigenlijk een front-end en natuurlijk een back-end. En die praten allebei via die Fire-laag die 8box aan kan. Er zit een... die 8box is zo gemaakt dat het voor webdevelopers af en toe nog wat makkelijker is, want je krijgt echt een puur JSON-object terug, zeg maar, dat kan die 8box. In plaats van als je werkt met extensies, dan krijg je dat nog wel eens in rare formaten. En ook bijvoorbeeld referenties en dergelijke, die kan die net wat anders teruggeven, waardoor het door een webdeveloper wat makkelijker, als het ware, te ontwikkelen is. Maar uiteindelijk gaat er gewoon fire in en fire weer uit. En je kan ook echt in de database eventjes kijken, en dan zie je gewoon echt dat het een JSON object is wat gestoord wordt. En hoe kun je dan ook slim queryen, zeg maar? Want Fire is natuurlijk een beetje beperkt, tenminste als je geen SQL en zo gebruikt. Kun je misschien 2 of 3 SIS-parameters combineren, maar dan houdt het wel op. Is dat nog een probleem? Of is dat in de praktijk geen probleem? Nou ja, wat die 8box, maar dan moet je maar eens even kijken. Er zit dus allemaal, inderdaad, daar loop je dan op een gegeven moment wel tegenop. Maar je kan bijvoorbeeld daarin je self-defined queries maken. Dus je kan dan zelf die queries helemaal samenstellen, gewoon echt met met SQL of met SQL, hè? Dus de clinical language. En dan kan je dus wel allerlei tabellen bij elkaar halen die niet vanuit Fire standaard te combineren zijn. Dus heb je extra vrijheid. En heb je al meegemaakt dat je iets... Dat je iets wilde opslaan en van een formuliertje of zo. En dat je dacht, ja shit, daar heb ik nog geen Fire profiel voor gevonden. Nou nee, en dat wordt mij vaak gevraagd, zeg maar. Van ja, zijn bijvoorbeeld, hè, we houden ons redelijk aan de Nederlandse zips bijvoorbeeld. Hè, en ik hoorde net de BGZ, maar ook de e-overdracht en zo. Ik vind het allemaal, ja, als je die puur leest, zeg maar, dan... Ja, en je implementeert ze en dan kijk je een beetje met een schuin oog naar de internationale standaarden. Ja, dan heb je weinig extra nodig. Dus het past eigenlijk allemaal wel.
De enige uitzonderingen, en dat heb ik ook vorige week op de VZVZ-dag was ik ook, en daar ging het ook over Fire en over de MetMij-implementatie daarvan. Ik vind daar af en toe, daar wordt het wel erg weer vernederlandst. Dus als je bijvoorbeeld een zoekconsult hebt, maar die wordt dan uitgewisseld met een PGO, dan wordt daar een composition voor gemaakt, met alleen maar de E en de P-regel erin. En dan denk ik, ja, dat is een, ik weet niet, een Nederlandse uitvinding of iets dergelijks zal dat wel geweest zijn. En dan denk ik, ja, zo sla je het ook niet op. Dus dan moeten wij dan iets vertrukken om dat dan weer op die manier eruit te halen. En dan denk ik, ja, we moeten ons echt, en dat zeg ik ook tegen Nick, is van, hou je nou zoveel mogelijk aan die internationale fire specs. Want een soep. Consult, hè. Ik weet niet of alle mensen hier weten wat een soepconsult is, maar goed, dat is voor de huisartsen gewoon het consultverslag. Dat is niks anders dan een encounter met vier observaties, een S, de O en de E en de P. En, oh ja, dat hadden ze zeker. Goed, heel goed. Maar even denken. Maak je verhaal even af. Ja. Ik maak mijn verhaal af. Dus, en dan worden er rare constructies bedacht in Fire, wat helemaal niet nodig is. En dan denk ik, ja, hou je gewoon aan de standaarden, want dan hoef je, dan anders blijf je converteren, zeg maar. En daar moeten we echt met z'n allen vanaf. Dus dat, sommige implementaties snap ik gewoon niet helemaal goed. Dat is het enige waarvan ik dan denk, ja, SIP-centrum. Nou, als je gewoon aansluit aan de internationale, is er eigenlijk niks verkeerds aan. Dus, mooi. Ja. Mooie constatering ook. Ook dat sommige dingen wel goed gaan. Misschien, Paul, dus ik zie nog een vraag op de chat van Jochem. Daar reageerde er even op. Hij vraagt of ze het op de VZVZ-dag nog hadden over mits en nuts. Ja, daar ben ik ook bij geweest. Ze hadden daar, wat was het, Persische markt of zo hadden ze bedacht. Dus ik weet niet of er meerdere van deze mensen bij waren, maar in ieder geval, dus dat een soort werksessies waren dat. En eentje daarvan was inderdaad mits en nuts. En nuts bij de huisartspraktijk volgens mij. En daar ben ik ook bij geweest, dus het verschil tussen mits en nuts werd daar wel eventjes goed uiteengezet. Eigenlijk de consent vanuit de zorgverlener en de consent vanuit de... ja, dus vanuit de zorgverlener en de consent, zeg maar centraal vastgelegd vanuit de patiënt. Zo is het in ieder geval door Alfred vertaald. En goed, daar was een leverende discussie over of beide zaken zijn goed. Hè? Goed, ik vind met nuts, ik vind het veel handiger werken, denk ik uiteindelijk, als met mits. Omdat je, ik denk dat meer naar de praktijk, zeg maar, toe werkt. Aan de andere kant denk ik dat een combinatie echt heel goed zou werken, zeg maar. Hè? Dus het centraal opslaan, maar het van de patiënt consent. En, maar ook het kunnen delen gewoon van de data op een nuts manier. Dus alleen voor een leverancier, en daar moeten we, en daar had ik het met Marlene ook al over, het moet wel, zeg maar, complementair aan elkaar zijn. Het moet niet twee keer opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn. Want dan moet een leverancier twee manieren van consent, als het ware, gaan bijhouden en dergelijke. Ja, dan wordt het wel eens lastig natuurlijk voor ons gemaakt. Dat heb ik persoonlijk, het werd op de VZVZ-dag werd het goed uiteengezet waar nou het verschil en de overeenkomsten zaten tussen mits en nuts. Oké, mooi. Hey, misschien nog even afsluitend, want je bent hier natuurlijk op de Nuts Community Meeting, dus dan zijn we ook altijd even nieuwsgierig. Jij bent volgens mij ook een leverancier, zoals zoveel partijen hier in de community, met kennis van zaken en je lijkt ook enthousiast te zijn. Dus ik doe een aanname dat we jou meer gaan zien en horen binnen onze community. Ik denk het wel, zeker. Nou ja, tof.
fijn, want dat sluit wel aan bij wat Jorrit zei over de hackathon en dat er ook nu wat meer animo en interesse lijkt te zijn in de Cure, zeg ik dan maar eventjes. Hè. Ik denk als je nou kijkt naar het verleden van Nuts, dat vooral veel partijen vanuit de langdurige zorg betrokken waren. En nou ja, uiteindelijk, nou, precies wat je zelf ook schetst, we willen naar tenminste landelijk bruikbare standaarden, dus dan wil je graag dat alle domeinen daar gebruik van kunnen maken. Dus ik vind het gaaf om te zien dat dat nu aan het lukken is, zeg maar. Dat is ook partijen uit de langdurige zorg, dus ook jullie in de eerste lijn en ook straks vanuit de hackathon ook richting de tweede lijn, dat die partijen ook geïnteresseerd zijn om in ieder geval zich eens te verdiepen in Nuts. Meer kunnen we ook niet vragen en verlangen, maar kijk en verdiep je er in ieder geval eens in en beoordeel zelf of je er iets aan hebt en mee wilt. Ja. Ja, ik heb heel veel teruggekeken, zeg maar eventjes ook, wat is Nuts en hoe werkt het? Ik wil heel graag, kijk, wij gaan over twee weken gaan we live met de eerste huisarts. Dus daar zit nu gewoon natuurlijk al onze focus op. Dat snapt denk ik ook iedereen. Maar ik zit wel te kijken van, nou, ik heb ook al bijvoorbeeld aan Mits gevraagd van waarom moeten wij aan het LSP, we moeten dan toch nog lokaal consent of zo gaan bijhouden, terwijl er al wel Mits is. En hoe wij als nieuwe partij, wij kunnen nog van alles inbouwen of vooral niet inbouwen als dat nodig is. Maar dan zie je dat wel eens de ideeën voor de praktijk uitlopen. Maar ik heb met Nuts wel het gevoel van, nou, dat is gewoon down to earth. Het kan gewoon makkelijk werken. En dan heb je het ook gewoon goed geregeld over die dataoverdracht. Dus ik heb daar een heel goed gevoel bij. Absoluut. Ja. Top, dan moeten we daar ook mee afsluiten. Dat is een goede gevoel. Helemaal goed. Dank. Dankjewel. Dank voor je bijdrage ook wel en je tijd en je kennis. Heel fijn. En mooi dat we elkaar vaker zien en gaan spreken. Gaan we door naar het volgende punt op de agenda. De marketing update. Marlene. Ja, inderdaad. Ben ik te horen? Jazeker. Oké, dan zal ik even ook een scherm delen. Ik heb een drietal slides. Zijn die? Oh, wacht, ik zie hem. Ik kan er alleen niet bij. Nee, is de verkeerde. Gaat hij goed? Oh, je gaat wel. Oké, top. Hele korte marketing update van zeg maar de exposure die we gehad hebben als Nuts. Vanuit de community, een aantal mensen die zich inzetten. Jochem is in de call, Jorrit, Giel, Floortje is er niet in. Maar mensen die zich heel erg hebben ingezet, ook met name met de hackathon van net besproken is. Maar misschien ook leuk om even te delen waar we afgelopen 2 maanden fysiek aanwezig zijn geweest. We hebben best wat exposure gehad. Bij kleine meetings, bijvoorbeeld bij IRMA. Maar ook bij grote manifestaties zoals ICT en Health. De Data Driven Healthcare. Daar heeft Jochen een presentatie gegeven. Zal ik zo'n klein stukje nog van de zaal laten zien. Maar ook debatavond bij Privacy First, architectuur in de zorg. En uiteraard 3 dagen op de zorg en ICT. Waar ook wat social media zeg maar omheen gedaan is. Met een leuk bereik. We zijn ook ingestapt bij de NEN-norm beeldbeschikbaarheid. Dus als je het hebt over de Cure, dan zitten we nu ook in het hart van het begin van ooit uitwisseling. En standaardisatie wereldwijd. Dat begon met ooit de DICOM-beelden. Vorige eeuw. En overdrachten, hackathons, daar is ook al Achille over gesproken. Daar is ook een mooi persbericht uitgekomen. En onlangs zijn we nog op het PAX-congres geweest. Ik heb 2 dingen nog te melden voor als er leveranciers in de call zijn of dit laten zien. Maar later, het is aanstaande dinsdag al, is 12 juli, is er een kennissessie bij Inzicht. Die is online, die is niet fysiek. Als nog leveranciers hier iets willen tonen, dan meld je bij mij. En op 7 september zijn we bezig om een presentatie voor te bereiden op het MIC, het jaarlijkse MIC-congres. Dus best wel een en ander. En ik had het net over die... dit is de zaal. Moet je even kijken, echt een paar seconden. Het liep helemaal vol. Dat was net voor het begin. En vervolgens zijn er nog mensen
Hebben jullie filmpje gezien, ja? Ja. Zijn er nog mensen die binnenkwamen? Dus het was echt ook weer daar een exposure, denk ik, van zeker nou 50 plus mensen, als niet meer, Jochem, die in de zaal zaten met leuke vragen. Oh, ik ga nu naar de volgende slide. Er waren ook jongere mensen, hoor. Ik denk dat ik hem even moet sluiten, of niet? Nee, misschien dat ik dit naar de laatste... Ja, gaat hij zo goed? Ja. En dit is even een snapshot van waar we op de zorg- en ICT-beurs overal beschikbaar waren. In een stuk of 6-7 stands. Met aankondiging van de theatersessie waar we 3 dagen mochten staan. En op verschillende stands die het gedachtegoed ondersteunen. En ook bezig zijn met het implementeren van de nutsnoden. En ook samen met in dit geval iCare en Innovation hebben we, Jochem en ik en Mark, hebben we presentaties gedaan. En we ook, als je kijkt naar LinkedIn, hebben we de eerste avond na de eerste presentatie online gezet wat we waren aan het doen. En dat heeft bijna nam iets meer dan 3000 hits gehad binnen 2 dagen. Dus het was best wel heel erg leuk. Dan even naar de toekomst. We zijn, en dat werd al door Giel gemeld, bezig om te kijken naar hoe kunnen we kennis beter delen, ook naar aanleiding van de vraag van Giel, maar ook de dame die dat net vroeg. Jolanda. Ja, precies. Hoe kunnen we informatie die we hebben, status, update, stand van zaken, constructief, vindbaar maken. En daar zijn we naar aan het kijken als daar mensen ideeën over hebben. In de Slack channel Why Not staat een korte update van de meeting die we hebben gehad. En we zijn nu bezig met een aantal mensen om te kijken naar, kunnen we een tool vinden waar we presentaties makkelijk kunnen borgen? En een andere tool waar we actuele kennisdeling kunnen doen, een soort wiki-tool. En dan hebben we nog de vraag, hoe borgen we kwaliteit? Dus als je belangstelling hebt, zou ik zeggen, sluit je aan op de Slack. Dat was hem in het kort. Ja, dankjewel Marlene. Dat is misschien ook een goed moment om nog even nogmaals te pluggen. We hebben ook steeds nieuwe luisteraars en kijkers in de uitzending. Dat wij een community initiatief zijn. En daar gaan we al heel snel aan voorbij. Want wat betekent dat eigenlijk precies? Nou, dat betekent zoiets als dat het werkt bij de gratie dat mensen dingen doen. Vrijwillig, omdat ze dat tof vinden, omdat ze daar zin in hebben. En ik zeg het zo expliciet omdat we nog wel eens vaak meemaken dat mensen een beeld hebben van nuts. Dat is ook een partij of een organisatie of zo. Dan kan ik dingen tegenroepen en dan gaan ze er misschien iets mee doen. Ja, zo werkt het niet, zeg maar. Dus je kan vooral zelf iets doen en je kan dingen in gang zetten. Er loopt al van alles, daar kan je weer aansluiten. Daar mag je ook dingen van vinden. Dat is ook helemaal prima, daar word je ook toe uitgenodigd. Dus ik vind het ook weer een mooie oproep, Marlene. Van nou, ook nu, we willen beter en meer gaan communiceren. Nou, behoort dat tot jouw skillset en jij vindt dat tof en je hebt soms ergens een gaatje in je agenda en je wil graag bijdragen, dan kan dat dus gewoon. Hè? Dus schroom dan ook niet. Vraag mensen die hier aanwezig zijn of op Slack of stuur desnoods een mail. We zijn ook nog ouderwets bereikbaar. Fax werkt helaas niet. Maar ja, dus laat van je horen. Dus dat is wel tof. Dus goed om dat nog even te benadrukken, Marlene. Heeft iemand daar nog vragen over trouwens? Ik kreeg een mooi compliment nog van Annemarie. Over de exposure, waarvoor dank. En je vraagt trouwens nog van waar de informatie dan staat. Misschien kan ik het zo even toelichten. Ja, dat is misschien precies het ding. Dus die informatie staat nu niet echt op een centrale plek. En dat is exact de reden waarom we naar zo'n weekend kijken. Zo. Ja, nee, nogmaals, het is een geweldig verhaal en ik word er echt heel vrolijk van, hoor, met wat er allemaal al gebeurd is. Maar ik denk, oh, dat is ook wel goed. Jullie hebben een prachtige, ja, we hebben eigenlijk met elkaar, hè, een heel informatievoorziening op orde. Maar dan, ja, omdat we hier nu op inzetten, zou een stukje marketing of een submapje daar ook niet misstaan. Waarbij je gewoon kunt volgen en ideeën, hè, kunt aandragen, ook even los van dit soort meetings. Ik denk dat dat goed is. Ja, dus je hebt gewoon het Winenuts kanaal. Waar een aantal mensen die geïnteresseerd zijn nu bij elkaar komen. En daar vindt van alles plaats. Dus daar kun je op aanhaken. En we zijn nog naar een plek aan het kijken waar we iets meer statische informatie goed kwijt. Top. Super.
dank voor de update, Marlene. Ik zie dat je weer gaat zitten, dus het vragenhokje is ook afgesloten. Nee, natuurlijk niet, kan altijd nog. Maar we gaan door naar de rondvraag. En de, jullie staan op de echo, Tim. Wil je iets zinnigs zeggen of een grapje maken? Mag beide. Dan mag ik het even op. Ja, we hadden nog even een echootje. Ik wou alleen maar zeggen, ja. We kunnen hier ook nog vragen beantwoorden. Ja, exact. Exact. En dat is een mooi bruggetje naar de rondvraag en de mededelingen. Dus wellicht dat er nog aanvullende zaken zijn. We hadden in ieder geval twee ingekomen punten. De eerste was een soort oproep, zoals het ziet. Hè, dat we in Slack, in het governance kanaal, wordt feedback gevraagd op de samenwerkingsafspraken. Ik weet niet wie die op de agenda heeft gezet en dat even kan toelichten. Kan ik, ja? Dat is eigenlijk een vraag van Sergej. Ja, jullie audio zinkt nog een beetje rond, maar ik geloof dat Tim op een statisch knopje gaat drukken, waardoor dat niet meer gebeurt. Weet dat? Zie ik bij jou achter. Ja, ik denk het wel. Ja. Dit is eigenlijk een vraag die Sergej mij gesteld heeft om in de meeting te brengen. Naar aanleiding van KickV. Is er een... Het gaat niet helemaal lekker. Het is nog niet gefixt, Tim. Nee. Ik ben blij dat ik niet de enige ben met audioprobleempjes. Hij staat echt uit, hoor. Ja, hij staat echt uit. Ik ga gewoon uitzetten. Hop. Ik ga gewoon uit de meeting gaan. Want, helemaal opgelost. Oh, ik ben eruit. Oh, helemaal goed. Ik heb je eruit, knik het. Dus een verzoek van Sergej. Want naar aanleiding van de hackathon en de samenwerking met KickV is er een document gemaakt als conceptvorm voor een soort aansluit. Nou nee, eigenlijk niet aansluit, een samenwerkingsovereenkomst. En we willen een soort basis maken voor als we dit soort concepten nodig hebben, dit soort overeenkomsten nodig hebben. Dus het verzoek is eigenlijk van mensen, kijk even in dat Slack-kanaal. Als je er wat van vindt, laat het weten. En dat geldt eigenlijk met name voor ook leveranciers en samenwerkingsverbanden. Om er gewoon eens even kritisch naar te kijken. Is dat het concept overeenkomst die we hebben opgesteld, waarin leveranciers volgens mij met name kunnen aangeven dat ze een soort van naar eer en geweten gebruik gaan maken van het nutsnetwerk? Nee, dat is de aansluitovereenkomst. Dit gaat eigenlijk meer over een samenwerkingsafspraak met bijvoorbeeld een andere community, zoals KickV. Of, ja. Oké, okay, het gaat onderdeel worden van de governance van Nuts. Ja, precies. Oké, dus dan is het vooral een oproep naar samenwerkingspartijen, als ik dat goed begrijp. Of niet leverancierspartijen die iets willen. Ja, en de communityleden of wij het er ook mee eens zijn. Ja, communityleden, precies. Oké, cool. Nou, te vinden dus op Slack in het governance kanaal. Voor mensen die niet weten hoe Slack werkt, als je je daar op aanmeldt, dan kom je alleen het general kanaal en zie je verder niks. En dan kan je volgens mij in de zijbalk bij kanalen of bij channels, als je Engels hebt, kan je zoeken naar alle kanalen die er zijn en dan kan je zelf daarin plempen en dan ben je onderdeel van het gesprek daar. Dus dat is een hele korte Slack samenvatting. Dank Marlene. Namens Sergej. Dan tweede. Oh, die heb ik erop gezet. Discussie over PR-uitingen. Community versus stichting. Ja, misschien de aanleiding daarvoor was zeg maar dat we de hackathon hebben gehad voor e-overdracht die Giel vertelde. Hartstikke goed. En toen was ook het idee om er een persbericht over te schrijven. Nou, hartstikke goed. Dus volgens mij hebben jullie samen met een tekstschrijfster zeg maar een persbericht opgesteld. En toen kwam de vraag aan de stichting om dat dan uit te sturen naar de mediakanalen, zeg maar. De skippers en de zorg-ICT's van deze wereld. En dat triggerde mij dat ik dacht, ik heb dat toen gedaan namens de stichting, prima. Zeker niet dat ik daar te lui voor ben. Ik dacht alleen, is dat handig? Is de stichting dan, moet de stichting dat wel steeds doen? Moet die daartussen zitten? Want eigenlijk zijn we gewoon een community. Wat maakt eigenlijk dat jij, Giel, met Floortje van Gerimedica en misschien met Stefan van Zorgdomein niet gewoon zelf dat uitsturen naar onze perslijst? En even zonder goed of fout, maar ik was gewoon even nieuwsgierig naar
Wat vinden we daar eigenlijk van? Ook als je kijkt naar schaalbaarheid. Hè, we hebben nu 2-3 bots. We gaan richting toekomst naar tientallen, honderden use cases natuurlijk op Nuts. Moet dat allemaal via de stichting dan? En waarom eigenlijk? Ja, misschien even een reactie in drieën. Ja. Allereerst, de reden dat ik dacht van, het is handig om dat via een Nuts mailadres te doen, is om gewoon te zeggen van, weet je, we hebben een centrale ingang waar we daar ook, zeg maar, eventuele vragen of feedback daar kunnen koppelen. Dat is één. Dan twee, op basis van het gesprek wat we daarna hebben gehad, zat ik na te denken van, zou ik het nou opnieuw via Nuts doen? En ik denk in dit geval eigenlijk wel. Maar vooral omdat nog steeds we zijn nog steeds op weg naar die roadmap production met Nuts. En in de tussentijd is denk ik alle exposure die we kunnen krijgen met Nuts, vanuit Nuts, heel welkom. Ik denk dat op het moment dat we daar op een gegeven moment zijn en we hebben een aantal bolts actief, dat je dan misschien dat beleid wel eens zou kunnen willen veranderen. Kijk, wat je ziet, maar dat is wat meer breder governance vraagstuk, en waar we ook woensdag in de Winets contact met elkaar over hadden. Je hebt natuurlijk, zeg maar, laat ik het even zeggen, het Nuts Core team zoals we dat, waar we ooit eens mee gestart zijn. Waarin jij, Mark, en Steven en Wout en Tim allemaal een grote rol en eigenlijk een eigen domeintje hadden waarin je dingen deed of doet. En je ziet nu dat dat langzamerhand verlegd wordt naar de community, maar we zijn daar nog wel een soort van stormende fase. We hebben dat nog niet een soort nieuwe normaal gevonden over wie doet nou wat en wat doen we centraal en wat doen we decentraal en hoe publiceren we dat soort dingen. Ik denk dat het wel goed is om dat te voeren. Volgens mij zijn jullie ook wel bezig met die opdracht om daar wat invulling aan te geven. Ik ben benieuwd ook hoe hij daar verder handen en voet aan wil gaan geven. Om te kijken hoe we dat met elkaar gaan doen. Want het is nu, ja, precies zoals je zegt, hè, we hebben de handschoen maar opgepakt en we zijn gewoon dingen gaan doen in het perspectief van iets is beter dan niets. En dan staat er in elk geval wat. Maar ja, we zitten daar even zoeken naar, ja, wat doen we centraal en wat niet. En hoe regelen we dat? Maar daar hebben we niet een soort heldere set van regels met elkaar voor afgesproken. Ja, oké. Okay. Wat is er op tegen, Mark, om dat voorlopig gewoon nog wel zo te doen? Ik vind het interessant, de gedachtenlijn inderdaad, om te hebben over de fase waarin we in zitten inderdaad. Hè? Wat je ook zegt, Giel, van in deze fase waarin we, misschien ik al het beeld heb dat we als Nuts redelijk gearriveerd zijn als community en dat we dingen aan het doen zijn voor de buitenwereld, is dat misschien nog maar de vraag. Dat zou een reden kunnen zijn om vanuit de stichting nog vooral dingen te blijven pluggen. Dat je dan nog wat stelliger het nutsgeluid kunt laten horen. Dus dat vind ik zelf ook wel een interessant gegeven. En misschien moeten we gewoon even los van deze community meeting daar wat verder en wat vaker over discussiëren met elkaar. Dus het was voor mij ook niet per se iets van hangen of wurgen. Van we moeten dit nu meteen aanpassen of niet. Ja. Maar gewoon nieuwsgierig naar. Volgens mij hebben we meer van dit soort thema's. En nu net ook over communicatie hebben we het gehad. We merken nu we groeien. En we zijn natuurlijk met z'n allen gewoon redelijk klein en naïef gestart. Ik vind ook, zo moet je altijd starten. Want anders begin je überhaupt niet. Als je niet klein en naïef dat kan doen. En op een gegeven moment wordt het serieuzer en wordt het groter. En dan moet je ineens andere dingen gaan regelen. Dan hebben we het ineens over governance en communicatieafspraken. Ja. Goed. En dus ergens. En dan is steeds de vraag, in welke fase zitten we nou eigenlijk precies? Ja, we hebben natuurlijk wel wat groeipijntjes op dit soort vlakken. Ja. Ik was wel vatbaar voor Giel's eigenlijk eerste punt. En niet zozeer moeten we het vanuit de stichting doen aan zich. Dat ben ik wel met je eens. Dat is nu eigenlijk ook gebeurd. Hè? Leveranciers hebben het zelf gedaan. En alleen het verzenden is via jou gelopen. Maar meer vanuit de buitenwereld terug is het wel lekker dat de buitenwereld één aanspreekpunt heeft. Dat vind ik best wel een sterk argument. Want anders, ja, dan is het ook ongrijpbaar voor externen. En ook voor media, als ze dan een vervolgvraag hebben. Misschien willen ze een artikeltje erover schrijven. En ja, waar beginnen ze dan met vinden wie ze moeten interviewen? En in dat opzicht vind ik misschien wel goed dat het misschien niet per se via de stichting loopt, maar wel via een paar vaste aanspreekpunten. Goed punt, helder. Als ik dan kijk naar de rol van de stichting, om de community te faciliteren, dan denk ik dat het wel een rol van de stichting zou kunnen zijn, ook op de lange termijn. Het zou kunnen. Ja.
Ja, kijk, voor de lange termijn kan ik best wel dingen voorstellen qua constructen. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld dat Baby Connect nu een beetje met de OIZ aan het landen is. Taskforce Samen Vooruit heeft ook een rol. Maar je kunt best wel eens kijken van hoe doen we dat speelveld met elkaar? Wat doen we vanuit welk orgaan? Want wat dat betreft zit er natuurlijk voor ten dele wel overlap in. Ja. Maar voor nu, ja, vooral het eerste en het tweede speelde maar door mijn hoofd. Dus en inderdaad, een centraal aanspreekpunt. En twee, in mijn optiek zijn we er nog niet. Dus, bedoel, nee, helder. dat herken ik. Oké, okay, dan. Nee, prima. Anne-Marie, je had ook je hand opgestoken. Ja, ik weet nog helemaal aan het begin, hè, toen ik ook aansloot bij de Nuts Community. Toen was er ook die hele discussie of dat fine-tune tussen Twin en Nuts. En dat het grotendeels hetzelfde was, maar net op een aantal punten niet. Ik ben eigenlijk in deze fase van de wedstrijd wel nieuwsgierig. Kan ook na de zomervakantie van, waar staan we daarmee? Wie acteert daarop? Hoe komt het samen? Blijven er zaken waar we het niet over eens zijn? Dus misschien is het ook goed om dat toch nog wel weer een keer op de agenda te zetten, Mark. Oké, okay, maar dat is even een ander onderwerp, dus dan... Ja. Maar om het niet te vergeten, want ik denk, we gaan een vakantie in en ik wil hem toch even wel genoemd hebben. Ja, helder. Ik denk dat het goed is dat we dat dan als onderwerp voor de volgende keer op de agenda zetten. Mag ik met een schuin oog naar jou kijken, Marlene? En dan ik kan me voorstellen dat Jorrit of Sergej daar volgens mij wat over kunnen vertellen vanuit onze community. Even terug dan naar het punt wat ik zelf dan inbracht. Volgens mij kan de conclusie zijn voorlopig even prima dat we een soort communicatie vanuit de stichting doen. Ook omdat het gewoon daar Nuts achter zit en dat je dan een plek hebt waar de communicatie ook weer terug kan komen. Daar ben ik zelf helemaal mee eens. En dan is het gewoon belangrijk dat het een onderwerp is wat in de gaten houden van dat er niet ergens gaat knellen of zo. Dat leveranciers zich ongemakkelijk voelen om zelf iets te communiceren wat volgens mij helemaal niet hoeft. Daar zat hij voor mij vooral, zeg maar. Dat Maar dat was het niet. Ik, volgens mij is er rondom één overdag, denk ik, vanuit wel 20 verschillende kanalen de boel... klopt. Heb ik al met mij zien komen. Dat is helemaal top. Oké. Okay. Ik heb heel veel LinkedIn van alle leveranciers apart. Dat is heel tof om te zien. Prima. Kap ik mezelf bij deze af over dit onderwerp. dank voor jouw input voor een onderwerp voor de volgende keer, Anne-Marie. Want dat is een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar eigenlijk wel hoort. Namelijk dat we even altijd afsluiten met een korte inventarisatie. Zijn er nog onderwerpen die jullie graag een volgende keer behandeld zien? Nou, daar hebben we al Twin en Nuts. Waarvoor dank. Ik zie dat Michiel naar een ander overleg moet. We hebben ook al de vraag om weer eens iets te vertellen over AMW. Ja, dus die kunnen we ook indirect. Die zouden we kunnen overwegen. Ja, we zouden Arjo kunnen vragen of hij daar een update over kan geven. Misschien wel leuk. Ja. Iemand anders nog? Ik ga niet iedereen op afroep 1 voor 1 als je nog een onderwerp hebt. Steek even je handje op of roep gewoon. Of typ iets in de chat. Oh, ja. Jochem doet onze testvisie. Hoe accepteren we? Ik denk dat Jochem daarmee ook het onderwerp bedoelt wat Steven net aansneed. Op het moment dat we naar productie gaan voor e-overdracht. Welke stappen moeten we dan nog door? Zit er nog een testbeleid, een toelatingsbeleid, et cetera? Het is misschien wel leuk om te kijken of we de volgende keer ook iets over kunnen zeggen. Jochem zegt klopt. Dus je hebt goed vertaald wat Jochem in 5 woorden zegt. Nou, jullie kennen elkaar al heel goed, dus blijkbaar. Ja, twee handen bij elkaar, heel goed. Dat is dan wel weer fijn. Oké, dat ook een onderwerp op de agenda. Top. Iemand anders nog iets? Je mag ook, dat hoeft niet per se nu, dit is meer even weer een trigger. Mocht je in de komende weken iets te binnen schieten, ook hier geldt. Laat het weten op Slack. Stuur een mail naar info@nuts.nl. Roep het heel hard en misschien hoort iemand het. Die laatste categorie is niet heel succesvol, maar mag wel. Yes, Anne-Marie, je hebt je hand nog omhoog. Of opnieuw, ik weet het niet. Misschien heb je nog een tweede. Ik wilde je niet laten schrikken. Alright. Nou, gegeven dat het nu stil blijft, wil ik jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken voor deze toffe, energieke bijeenkomst. We hebben weer heel veel mooie onderwerpen gehad. Dank Paul om als gastspreker hier aanwezig te zijn en je verhaal te doen. En om ons weer te triggeren op wat er allemaal nog meer gebeurt om onze belevingswereld heen. Bedankt allemaal. Nog een hele fijne dag verder. Geniet vast van het weekend. En hopelijk zien we elkaar online en over 4 weken weer terug in dit kanaal. Dankjewel Mark. Tot ziens. Bye bye.